Het is de voorzitter van de Club van 100. De mensen op de achtergrond die de groep De Mos steunen, die vond dat het anders moet. Ik dacht van dat flyeren, dat is een beetje uit de tijd. Hè? Je moet gezien worden in de wijken. En hoe doe je dat nou het beste? Naar de mensen toe gaan. En dus is het dan nu de volgende stap in campagne voeren. Als je daar een hele mooie bus voor hebt. En je kan de mensen uitnodigen om binnen te komen. Om een lekker bakje te doen en te praten over hun ideeën of ongenoegen met iets. Dan hebben we natuurlijk een hele mooie bus daarvoor nu. De groep De Mos komt recent nog onder vuur te liggen. Dit vanwege de steun van bedrijven aan de partij. Maar de leider was en is daarvan niet onder de indruk. En ook de bus wordt betaald door sponsors. We hebben als lokale partij geen landelijk budget, dus wij moeten creatief zijn. Ja, en deze bus die kost natuurlijk geld, die hebben we via Marktplaats gekocht. Ja, en die hebben we moeten overnemen. En dat geld hebben wij niet, dus we zijn creatief en transparant. Want de namen van de sponsors staan gewoon op de bus. De dubbeldekker komt oorspronkelijk uit het Engelse Chester. Hij dateert uit 1972 en de vrijwilligers van de partij hebben uren en uren gezocht om hem op te knappen. Binnen hebben we natuurlijk alles in de, ja, de traditionele stadskleuren, het groene en geel. We hebben gezorgd voor een goede geluidsinstallatie. Voor de vorige raadsverkiezingen openden partijen al winkels in de stad. Maar dit is een nieuwe dimensie van campagne voeren. Met de bus gaat de partij de stad in. De eigen boodschap verkondigen en luisteren naar wat mensen bezighoudt. Ja, dit is verkiezingscampagne 2.0. Hè? Dat is aanpakken. Het is een heerlijk gevoel en natuurlijk echt super trots op het team van vrijwilligers. Natuurlijk Jelle heel erg dankbaar dat hij dat idee heeft geopperd. Ja, en vervolgens ook kaart heeft uitgevoerd. En het zegt ook wat over de partijen. Groep De Mossers zijn aanpakkers. Ja, maar weten van niets iets te maken.